Johan van der Velde die zorgde in de jaren 80 geregeld voor kippenvelmomenten. En dat heeft ook schrijver John van Ierland geïnspireerd om een boek te schrijven over de oud-prof wielrenner. Het heet De Speer van Rijsbergen. Laten we eerst even kijken naar een paar van die kippenvelmomenten. Vijf gewoon, hè? Ongelooflijk. Ja, dit zijn toch wel de meest legendarische beelden. Daar heeft iedereen het altijd over, hè, Johan? Die blijven eigenlijk ieder jaar terugkomen. Als de Tour de France, dan laten ze weer dat beeld met zoetemelk zien natuurlijk. Ja, ja. Maar krijg je ook kippenvel weer als je dan even zo'n klein... Het is natuurlijk maar een heel klein stukje uit al jouw successen. Krijg je dan weer kippenvel als je het ziet? Ja, het is iets bijzonders geweest. Ja. Dus en dan zoveel jaar na data, dan blijft het nog steeds mooi. Ja, ja, absoluut. Het tweede boek, zeg maar over jou, De Speer van Rijsbergen. Hier heb ik hem. Waarom heb je besloten om aan dit boek ook weer mee te werken? John en ik kennen elkaar inmiddels al een aantal jaar. En John schrijft graag. Schrijft heel graag. En toen op een gegeven moment kwam zo'n beetje op het idee van... Hij zegt, ja, een roman over jouw leven. En dat heeft nog nooit een wielrenner gedaan. Nee. Van een wielrenner is eigenlijk nog nooit een roman geschreven. Hij zegt, lijkt er iets en zo. Maar in eerste instantie dacht ik, ja, goed. Toen dacht ik van, ja, waarom ook niet eigenlijk? Hè? Nee. En toen waren we eigenlijk snel tot de conclusie gekomen. Ik zeg, laat die pen maar gaan. Hoor. Laat maar vloeien. Ja. Ik blijf maar doorzeuren. Hè. Ja, net zo lang voelde dat hij ook ja zei. Ja. Maar verlies je niet een klein stukje van de geloofwaardigheid van zijn leven? Als het ook, want het is een roman, dus daar zit er ook wel een stukje fictie in, toch? Ja, een stukje, ja. Een stukje. Ja, het is percentage fictie. Ongeveer? 80-20. Dus 80% is non-fictie en de andere is fictie. Dus dat heet faction. Dan noemen ze dat faction. Ja, ja. Maar wat gebruik je dan? Noemen ze een voorbeeld wat het dan net even smeuiger maakt of beter, waardoor dat romannetje lekker leest? Johan rijdt in zijn jeugd, gaat hij vanuit Oekol, vanuit de Rijsbergen, naar, over de Moerendijk, om daar even naar zijn vader te gaan, om te trainen. En onderweg komt hij dan iemand tegen die wat dumpt of zo. En Johan ziet dat. En die mensen zijn daar niet zo blij mee. Die gaan Johan achterna. Dat is in feite niet zo gebeurd. Maar dat maakt zo'n ritje wel veel spannender. Ja. Ja. Maar wat als jij dat dan zo leest? Wat vind je daar dan van, Johan? Nou, ik vind het wel leuk. Ja, ja. Je houdt ook Ik ben zelf niet zo'n lezer. Dus, heb je hem wel zelf helemaal gelezen? Nog niet helemaal, maar wel stukken eruit, ja. Oké. Okay. Dus, ja. Maar herken je jezelf dan meer als sporter of als mens in het boek? Nou, meer als mens, denk ik. Ja? Ja. En bevalt je die kant, zeg maar, als je hem zo terugleest? Tuurlijk wel, zeker. Ja. Ja, dat is belangrijk, toch? Ja, tuurlijk wel. Want je hebt natuurlijk na je sportcarrière wel een hele tijd ook een bewogen leven gehad, hè? Een amfetamineverslaving. En om die te betalen kwam je toen op het criminele pad, afgekeerd. Je hebt nog een gevangenisstraf gehad in de tussentijd. Ja, vind je dat dan niet vervelend, dat iedereen daar nou weer over begint? Nou ja, goed. Sommige dingen in het leven die wil je gewoon niet meemaken. Maar ja, goed, het is mijn overkomen. Ik heb er ook niet voor gekozen. Ik ben er op een gegeven moment een beetje ingerold. Ja. En dan is van hoe kom je eruit? Dan uiteindelijk heb ik dat waarschijnlijk wel mee moeten maken allemaal. Om op een gegeven moment die knop om te zetten om mijn leven te veranderen natuurlijk. Maar ben je daar een ander mens van geworden? Nou, ik ben wel anders gaan leven natuurlijk. Ik ben wel meer van het leven gaan genieten. Dus wat voordien allemaal vanzelfsprekend was, dat was nadien natuurlijk wel even wat anders. Maar noem eens een voorbeeld waarvan je echt dacht van zo. Ja, nee, voordien dan, als je iets wilde kopen, dan was het allemaal vanzelfsprekend en zo. En nadien, toen ik uit dat zwarte kat gekropen ben, toen ging ik toch meer genieten van de kleine dingen natuurlijk. Ja, want hoe omschrijf je dat in het boek, John? Ja. In het boek maken we dat ook mee, dat hij ook daadwerkelijk gewoon verslaafd raakt. En dat hij ook gewoon gaat inbreken en ook de cel in. Maar dat hij daar ook uitkomt, als wel als een ander mens. Dat staat wel in het boek.
Johan heeft daar veel van geleerd en draagt het ook over naar anderen. Hij is ook ambassadeur geworden van de hoop, waar mensen met een verslaving zitten. Ja. Dus dat verhaal, dat maakt het wel heel erg bijzonder. Dus hij is er heel erg ander mens door geworden. Dus, daardoor kun je ook wel heel veel mensen inspireren, ook, denk ik. Ja. Absoluut. Mijn eerste boek had ik het eigenlijk in eerste instantie voor gedaan. Ik bedoel, eens en vooral eindelijk een verhaal waar ik zelf achter kan staan natuurlijk, een boek waar ik zelf achter kan staan. Niet, er zijn natuurlijk heel veel Indianenverhalen verteld in die tijd ook Tuurlijk. Al, dat de helft niet van klopt. Toen dacht ik, nou, in dat boek moet gewoon komen staan zoals wat gebeurd is. En dan, als ik het dan... En nou dikt hij het weer een klein beetje aan in deze. Ja, die dames zijn inmiddels weer 10 jaar verder, dus... 15 al. Ja. Nou, ben jij nou nog dingen te weten gekomen over Johan die je echt nog niet wist? Ja, zeker. Ja? Heel veel. Heel veel? Hij heeft van mij volgens mij 2 kratten met videobanden en dvd's en noem maar Geweldig. Op. En krantenknipsels, dus... En we zaten ook vaak bij mij thuis of zo. Wanneer we praten over een paar flessen wijn doorheen. En dan komen de tongen ook een beetje los. Dan komen de mooiste verhalen. Ja. Want je bent wel weer helemaal terug in het wielrennen. Hè? Ook, je bent ook chauffeur van de Robot Wielerploeg. Ik ben in eerste instantie nooit echt helemaal uit geweest. Mijn kinderen hebben natuurlijk gefietst en zo. Zeker. En ook op een mooi niveau. En toen ben ik later nog wat gastenchauffeur geweest van Quickstep en van Domo Farmfiets. Ja. En toen ben ik er een tijdje weer uit geweest. En nu ben ik van Roompot Oranje Team. Maar dan in deze functie? Als buschauffeur zo. En dat vind ik gewoon heel leuk. Nou ben ik eigenlijk terug waar ik eigenlijk in mijn hart heb willen zijn. Ja. Want wat betekent dit voor jou als je hier zo met de ploeg op pad gaat? Wat voor gevoel druist er dan weer door je lijf? Ja, in het begin wist ik niet echt wat ik me moest voorstellen. Omdat je weet natuurlijk wel hoe de wielersport in elkaar zit. Maar ja, goed, dan ga je als buschauffeur en je gaat met zo'n jonge ploeg op pad. Ja, ik vond het geweldig. Ja. Het was 1 of 2 weken en ik was er helemaal mee weg. Ik denk, nu zit ik op mijn plek. Zo is het. Letterlijk. Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd. Zijn er ook dingen hetzelfde gebleven dan? Er zijn wel heel veel dingen veranderd. Dus, vroeger hadden we geen teambus, een touringcarbus. En wat douches en een keuken in zitten, en dat hebben ze nu allemaal wel. Het materiaal is allemaal luxe. Met de tijd meegegaan. De voeding is beter. Maar het gevoel is wel hetzelfde. Het gevoel is hetzelfde. Ja. Het afzien en het, het fietsen. Het winnen en het verliezen. En Je strijdvaardigheid. Ja, okay. Dat is nog hetzelfde. Ik wil nog heel kort, heel eventjes naar aankomende donderdag. Want dat wordt heel groot, die boekpresentatie. We hebben niet zoveel tijd meer. Kun je in een notendop uitleggen wat er gaat gebeuren? We gaan het in een theatervorm boek voorstellen natuurlijk. Van het begin af aan eigenlijk, waar zoals ik begonnen ben. Een theatervoorstelling met een aantal eregasten ook, hè? Ja, er komen volgens mij een stuk of 18... 18 prominenten uit de wielerwereld. Uit de wielerwereld. Die dan gewoon in dat theater meespelen. Wat zoals Joop Zoetemelk, Guy de Montempi, Eddy Plankaert, Rini Wachtmans. Superleuk. Daar wordt het traantje wegpinken, denk ik dan, hè? Ik kan nog wel wat hebben, maar dat zou best kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou je zomaar kunnen overkomen. Ja. Oké, dank jullie wel. Veel plezier komende donderdag. Graag gedaan.